Heb je ook wel eens afgevraagd hoe een mengkuil gemaakt wordt? Blijf dan even kijken naar het volgende filmpje. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard. Wat is nou eigenlijk de mengkuil? Daar komen we met een grote mengwagen met een sjovel bij de Veehals op 11. Dit zijn dus best wel grote kaas waar dus daarmee gemengd wordt. Dus wij komen op capaciteiten van 50 ton per uur. Ja, 400 ton is een inclusie van een klein dakje. In die dag gaan we dus het voer wat er dus allemaal ligt, gaan we dus mengen in de juiste verhouding. Gaan we weer inkeulen en wij hebben weer in de silo. Vervolgens kan de veehouder daar dus een aantal maanden voor voeren. Ik persoonlijk doe dus in deze mengwerk. Plaatselijke loonwerker rijdt dan de kuil weer aan, zeg maar. In plaats van de mengkuil en het hebben van de mengkuil past ook eigenlijk in die systeem van boeren, denk ik. Met de nieuwbouw van de stal, of tenminste de stal is vernieuwd. Toen hebben we ook een keuze gemaakt van we schaffen een Welingse voerrek aan. Ook in verband een beetje met de ruimte in de stal. Heb je dan een systeem gekozen waar de koeien de hele dag onbeperkt kunnen vreten. Maar het neemt ook mee dat je dan al het voer wat je binnenzet, daar kunnen ze ook de hele dag voor vreten. En dat moet eigenlijk al voor het gemengd zijn. Want anders gaat de ene koe alleen maar gras eten en de andere koe alleen maar mais. Dat is theorie. Maar in de praktijk komt dat ook wel eens voor. En als je nu een mengsel maakt, dan hoeveel je ook neerzet, en dan toch alle koeien vreten hetzelfde aan het zoek. Ja. Voor iedereen is het belangrijk, maar alle melk die wordt hier verkaasd. En dan is een goede melk met goede reinheid, kiemgetal, celgetal, dat moet allemaal goed zijn om een goede kaas te kunnen maken. Ja, ja. Het scheelt ook een stukje investeringen in zelf in de mengwaar en het trekken en de manuren. Dat hebben we allemaal niet. We hebben nu gewoon een eenvoudige trekker met een kuilversnijder. En daar zetten we één keer in de week het voer binnen en that's it. Ja. Ja. Vond je dit ook een hartstikke leuk filmpje? Geef hem even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal arietrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Er is iets wat ik niet begrijp. En je kent mij, er zijn best wel veel dingen die ik niet begrijp. Ja? Dat is nou helemaal zo, dat is bij jou niet anders. Maar waarom heet dit nou een kuil? Een kuil. Een kuil. Ja. Het is toch een hoop. Er zijn zelfs mensen die noemen het een kuilbult. Hoe kan je iets een kuilbult noemen? Kuilbult. Dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig inderdaad. Ja. Degene die het beste uit kan leggen waarom een kuil heet, die krijgt van Gerard een frikandel. Die opengesneden is, een soort van sleutelsilo-achtig idee. Uitje erin en met ketchup. Curry. Ketchup. Curry. Ketchup, Gerard. Curry. Ketchup.